De regering is voorstander van alternatieve geneessystemen die in diverse culturen voorkomen en onze voorouders hebben toegepast. Zo ook Ayurvedische medicatie. Dit liet president Chandrika Prasad Santokhi afgelopen weekend weten in Nikeri tijdens een workshop over Ayurvedische medicatie. Hij meent dat de alternatieve geneessystemen de goedkoopste gezondheidszorg is. Er moet volgens het staatshoofd een programma komen om de gemeenschap bewust te maken van een gezonde leefstijl met deze geneessystemen. Onze gezondheidszorg is in crisis en is bijna onbetaalbaar. Vanwege het dure systeem. En dat moet veranderen. En die healthy lifestyle zijn er verschillende mogelijkheden. En als je daar ziek wordt, heb je ook verschillende mogelijkheden. En wij zijn allemaal een keertje als mens ontstaan van een oerbron, waar alles in evenwicht was. Natuur was in evenwicht, milieu was in evenwicht. Het was een geïntegreerd onderdeel. En alle medicijnen waren ook in de natuur aanwezig. Iedereen gebruikte medicijnen van de natuur, geneesmethoden van de natuur. Ja, de wijze personen die wisten om te gaan. En langzaam zie je die groep die die kennis heeft verdwenen. Amrika Anroet, ondervoorzitter van de stuurgroep Ontwikkeling Traditionele Integratieve Medische Systemen en Industrie, zegt dat de focus nu meer gericht moet zijn op voorlichting. Ayurveda kan bijvoorbeeld ook een oplossing zijn voor diabetes, die veel voorkomt in Nikeri. Dus we moeten nu gaan aanpakken en niet alleen vanuit de medische wereld, maar integratief, want dat is nu eigenlijk niet meer alternatief, niet meer complementair, maar het gaat nu om integratief. Wat Ayurveda weet, weet de medische wereld niet, wat de medische wereld weet, weet de Ayurveda. Dus samen, en dat doet India al jaren, vandaar dat die succesvolle integratieve medicine en ze doet heel veel wetenschappelijk onderzoek. En daarmee zijn we nu begonnen, dankzij die commissie. Door heel veel problemen, ik ben daar sinds 10 jaar, 12 jaar hier bezig in Suriname. Eindelijk in deze regeerperiode gaan we dus echt een wet hebben. En dat moet dan een stap zijn om dit verder te verspreiden. Anroet meent dat Ayurveda, medicatie, een goedkope gezondheidszorgsysteem is. Ayurveda is volgens hem meer gericht op preventie van verschillende ziekten.